vertellen, want dan ga ik de laatste spreker introduceren. Dat is Melanie Schellekens, senior onderzoeker bij het Helen Dowling Instituut. Zij heeft promotieonderzoek gedaan naar mindfulness bij longkanker. En ze doet nu veel onderzoek ook naar veerkracht. Vandaag gaat ze vertellen over een onderzoek naar een groep mensen met kanker, met uitgezaaide vorm van kanker, die daar langer mee leven. En dat is eigenlijk een groep die erg groeiend is. Dus Melanie, de floor is yours. Vertel. Dank u. Ja, ik wil jullie vandaag wat vertellen over het IMPRES-project, waarbij we in IMPRES staat voor Improving Resilience bij mensen met uitgezaaide kanker die langer doorleven door nieuwe behandelingen zoals immunotherapie en doelgerichte therapie. En dat is een samenwerking tussen Tilburg Universiteit, Helen Dowling Instituut en UMC Utrecht. En vandaag wil ik inzoomen op het eerste project en dat is de interviewstudie die we hebben gedaan. Ja, en waar voorheen de diagnose stadium 4 melanoom of longkanker al snel leidde tot ziekteprogressie en overlijden, is nu door de introductie van immunotherapie en doelgerichte therapie in de afgelopen jaren, hebben mensen een veel langere overlevingsduur. Waardoor eigenlijk een nieuwe groep patiënten is ontstaan. Dus mensen met uitgezaaide kanker die langer doorleven. En dat noemen we ook wel de doorlevers. En dat is natuurlijk heel mooi nieuws. Dat mensen langer doorleven, ondanks dat ze niet meer beter zullen worden. En terwijl we deze, toen ik de subsidieaanvraag aan het schrijven was voor dit project, sprak ik verschillende artsen. En die zeiden van dat ze eigenlijk wel verbaasd waren. En dan brengen ze het goede nieuws van, hey, we hebben toch nog een behandeling gevonden en die blijkt dus aan te slaan, dus je leeft langer. En ze waren eigenlijk heel verbaasd dat mensen niet blij waren. Dus, en de patiënten die we spraken, die gaven ook aan dat ze daar verbaasd over waren. Zo vertelde één man ons, het was heel raar om te horen dat de behandeling aansloeg. In mijn hoofd en met mijn verstand dacht ik, dit is fantastisch, wat een geluk. Het is het allerbeste nieuws dat je je kan voorstellen en dit wil je. En toch voelde ik me niet blij. Ik vond het heel moeilijk om de vlag uit te hangen, feest te vieren, zoals ik dat van tevoren verwacht had. Maar dat was niet zo. En ergens is dat misschien ook helemaal niet zo gek, want mensen krijgen te maken met enorme onzekerheid. Ze weten niet wanneer resistentie voor de behandeling zal optreden. Is dat over een jaar, 2 jaar, 8 jaar? En daarmee is die dood altijd op de achtergrond aanwezig. Dus, en uit eerder onderzoek weten we dat mensen die leven met zo'n onzekerheid, dat dat enorme invloed heeft op sociale relaties, werk en persoonlijke ontwikkeling. Dus daarom hebben wij interviewstudie opgezet met als doel om inzicht te krijgen hoe doorlevers zo'n langdurige respons op immunotherapie of doelgerichte therapie ervaren. En wat hen helpt om hiermee om te gaan. En de credits gaan naar onze PhD-student Laura Zwanenburg, die de studie heeft opgezet en uitgevoerd. En samen met zorgprofessionals van UMC Utrecht, Radboud UMC en het Helen Dowling Instituut heeft zij mensen met stadium 4 melanoom of longkanker die een bevestigde respons laten zien op de immunotherapie of doelgerichte therapie geïncludeerd in de studie. En zij heeft hen geïnterviewd over hoe ze zo'n langdurige respons en onzekerheid die daarbij komt kijken ervaren en wat hen daarbij helpt. En die data hebben we geanalyseerd met de thematische analysebenadering van Brown en Clark. En uiteindelijk namen 17 mensen deel aan de studie. Het merendeel was vrouw, hoog opgeleid. De helft van de deelnemers had longkanker, de andere helft melanoom. Driekwart had immunotherapie ondergaan of onderging het nog steeds. En het andere kwart doelgerichte therapie. En op tijdstip van het interview waren mensen gemiddeld ruim 3 jaar na diagnose en bijna 2 jaar na het bericht dat de behandeling effectief voor ze was. Nou, uit de thematische analyse kwamen eigenlijk op die eerste onderzoeksvraag van hoe wordt dat doorleven nu ervaren, 3 thema's kwamen daaruit naar voren. De twilight zone, leven met onzekerheid. En de problemen die mensen ervaren van hun leven aanpassen aan een leven met kanker. En ik zal per thema een paar subthema's uitlichten gezien de tijd.
En dat eerste thema gaat dus over die Twilight Zone. En dat gaat heel erg over de zoektocht die mensen ervaren omdat ze zich geen gezond persoon voelen. Dus niet iemand die kanker heeft overleefd of zal overleven. Maar ook geen patiënt die binnenkort komt te overlijden aan kanker. En daardoor weten ze niet zo goed waar ze bij horen. Zo vertelde een vrouw ons. In het eerste jaar had ik echt zoiets van, oh, ik hoor meer bij de doden dan bij de levenden. En toen ging het steeds beter. En toen had ik het gevoel van, oh, ik zit er een beetje tussenin. En nu is het zo dat het heel veel beter gaat. Alsof je weer bij de levenden hoort. Dus dat is ook wel fijn. En die zoektocht vindt niet alleen plaats in zichzelf, maar juist ook in relatie tot anderen. Omdat in onze samenleving toch het idee heerst dat je aan kanker doodgaat of het overleeft, voelden mensen zich heel vaak onbegrepen door hun naasten. Eén deelnemer vertelde, als iemand tegen me zegt van het gaat toch hartstikke goed met jou, het is toch over? Dan denk ik van nou nee, het is helemaal niet over. Maar als iemand bij mij komt zitten van wat erg hè, die kanker, dan denk ik hou eens op, zo is het helemaal niet. Moet je kijken, ik ben er nog, toch? En ik kan dit en ik kan dat. Het zit er continu tussenin. Het ene moment kan ik het zo voelen en het andere moment zo. Dus je zegt het eigenlijk nooit goed. Ik denk dat het heel moeilijk is om mij te willen steunen. En dat tweede thema gaat over leven met onzekerheid. En mensen vertelden ons eigenlijk dat ze heel vaak op en neer bewegen tussen de hoop dat het goed met ze gaat en de ziekte stabiel is. En de vrees dat ziekteprogressie optreedt en ze binnenkort zullen overlijden. En er is zo'n enorme behoefte aan duidelijkheid. Zo vertelde een deelnemer. Toen het zeker leek dat ik doodging, was dat super heftig. En toen bleek dat het therapie is en dat het ja misschien nog wel een jaar of twee, drie duurt. Dat was heel fijn en ook lastig. Je wilt heel graag duidelijkheid. En je weet niet wat er boven je hoofd hangt en wanneer dat dan gaat gebeuren, die resistentie. Het is een soort death row zonder datum. En een heel belangrijk aspect aan de behandeling, dat mensen keer op keer confronteert met die onzekerheid, zijn die terugkerende medische controles. Mensen, zeker in het begin, hebben ze iedere maand een scan. En als ze dan een goede uitslag hebben, dat de ziekte stabiel is gebleven, dan zijn ze opgelucht en gerustgesteld. Maar dan in de week voor de nieuwe scan merken ze dat die angst weer oplaait. En van, oh, misschien is er ziekteprogressie te zien. En dat, daardoor is er een hele... Dat is iedere keer weer een hele omslag en waar ze echt moeite mee hebben. Waardoor ze ook dus minder, dus niet zo goed verder durven te kijken dan de eerstvolgende scan. Zo vertelde een man, en in het begin was het dus om de maand. Nou, dat was mijn levenswindow, mijn vooruitblik voor mijn leven. Ik hield voor mezelf ook wel voor, dat is één maand. Daarna zien we wel weer. Dat was te overzien voor mij. En... Na een tijdje wordt die tijd tussen de scans langer, dus 3 maanden of 6 maanden. En ergens is dat fijn, want hebben mensen een langere ademruimte. Maar aan de andere kant zijn ze dan ook weer bang dat die ziekteprogressie misschien onopgemerkt blijft. Het laatste thema gaat over de moeite die mensen hebben om hun leven aan te passen aan die kanker. Ze verlangen ontzettend terug naar hun oude leven, voordat ze de diagnose kregen. Maar realiseren zich ook dat dat niet mogelijk is. En hebben ook door de onzekerheid heel veel moeite om vooruit te kijken en toekomstplannen te kunnen maken. En vinden het moeilijk om het leven weer op te pakken. Een jonge vrouw vertelde ons, ik heb wel een tijd gehad dat ik geen kleren meer kocht. Omdat ik dan in de winkel stond van ja, ik ga toch dood. Dus waarom zou ik dat doen? En wat veel mensen ook beschrijven is dat ze zich onzeker voelen, minder competent over hun werk of ook in hun sociale relaties. En dat onbevangen gevoel waar ze vroeger mee leefden echt verdwenen is. Dus zo vertelde een vrouw ons, ik hield vroeger van dansen en naar feestjes gaan. Maar zo voel ik dat niet meer, dat is helemaal weg ja. Dat vrije gevoel dat je hebt als je aan het feesten bent, dat is verdwenen. Dus dat is ook iets waar ze afscheid van moeten nemen. Nou, dit deel ging heel erg over hoe mensen het doorleven ervaren.
En als tweede vraag hadden we, waar we in het interview ook heel veel aandacht aan hebben gegeven, is: wat helpt doorlevers? Wat doe je in het dagelijks leven dat jou helpt bij het omgaan met die langdurige responsen en die onzekerheid die daarbij komt kijken? En mensen beschreven eigenlijk allerlei verschillende strategieën. Die hebben we ook weer gethematiseerd. En thema 1 ging over een gevoel van controle terugwinnen. De tweede was perspectief veranderen. En de derde was het dagelijks leven opnieuw vormgeven volgens hun waarden. En ook hier zal ik slechts 1 subthema eruit lichten. En dat eerste hoofdthema gaat over een gevoel van controle terugwinnen. En dat heeft alles mee te maken dat door die diagnose kanker hun hele leven op de kop staat. Helemaal wordt overgenomen door de kanker. En dat ze om hun autonomie te behouden het heft weer in eigen handen willen nemen. En daarvoor proberen ze te vertrouwen bijvoorbeeld op een medische team of het vergroten van eigen kennis over hun ziekte en behandeling. Maar zeker ook het regelen van praktische zaken rondom ziekteverloop en sterven vonden ze heel behulpzaam. Zo vertelde een man ons: wat me in het begin echt geholpen heeft, is door te bedenken: wat moet ik nog regelen voordat ik doodga? Dus ik heb een adreslijst gemaakt van mensen die een kaart moeten krijgen en ik ben dingen gaan verdelen. Dus dit is voor hem en dat is voor haar. En dat gaf, verschillende mensen beschreven hoe hen dat heel veel rust gaf en hielp om eigenlijk daarna weer het leven meer op te pakken. Nou, het tweede thema ging over perspectief veranderen. En dat is echt in reactie op die onzekerheid, somberheid, angst die mensen kunnen ervaren om op een andere manier naar het leven te kijken. En wat bijna als vanzelf ging door de diagnose is ook de dingen niet voor lief te nemen. Dat hoort ook een beetje bij dat onbevangen gevoel dat is verdwenen uit de eerste analyse. En ook erkennen dat sterven deel uitmaakt van het leven. Dus ook een deel van dat acceptatieproces. En een aantal doorlevers beschreven ook dat ze onzekerheid proberen te zien als kans. Omdat dat heel veel openheid geeft en ruimte voor optimisme. Zo vertelde een vrouw ons: als alles onzeker is, is alles nog mogelijk. Het kan dus ook goed gaan. En dus ja, je moet de positieve kant kunnen zien. Ik zou bijvoorbeeld als actrice aan de slag kunnen gaan en dan zou ik zomaar nog een Oscar kunnen winnen. En het derde thema, dat gaat over het dagelijks leven opnieuw vormgeven. Wat in die eerste analyse ook al naar voren kwam, is dat ze het moeilijk vinden om hun leven weer opnieuw op te pakken. Dat ze eigenlijk verschillende strategieën hebben ontwikkeld om hun leven dus opnieuw vorm te geven. En een belangrijke daarvan is eigenlijk hun prioriteiten opnieuw te evalueren. Van wat vind ik echt belangrijk, welke mensen vind ik echt belangrijk en daarna te handelen. En zo vertelde een vrouw ons: ik ben gestopt met het werk wat ik altijd deed. Ik wilde een beetje vertragen. Ik deed 's avonds altijd veel voor mijn werk. Ik was nooit echt klaar. En nu wil ik in de avond graag thuis zijn en andere dingen doen. Nou, samenvattend zien we dus dat hoe doorleven ervaren wordt. Dat gaat heel erg over die twilight zone. Dat die zoektocht tussen zich geen patiënt voelen en niet gezond. Leven met onzekerheid. Bewegen tussen hoop en vrees. En de problemen die ze ervaren om hun leven weer op te pakken en te leven met die uitgezaaide kanker. En wat hen daarbij helpt is dat gevoel van controle terugwinnen, perspectief verbreden en veranderen waar mogelijk en het dagelijks leven opnieuw vorm te geven. En nou, wat kunnen we nu met al deze informatie? Nou, de eerste studie heeft denk ik echt laten zien dat die doorlevers een nieuwe patiëntengroep zijn die echt op maat gemaakte informatie nodig hebben. En als onderdeel van het Impress-project gaan we een online platform ontwikkelen waarin we die op maat gemaakte informatie willen bieden. En zeker ook de strategieën die uit de tweede analyse naar voren kwamen, die willen we vertalen en ook op dat platform naar voren laten komen. Om zo ook de emoties en moeilijkheden die mensen doormaken te erkennen en te normaliseren.
En we denken dat als mensen psychosociale hulp nodig hebben, dat acceptance en commitment therapie, nou, hij is vandaag al voorbij gekomen, heel passend kan zijn. Dat dat ook inzet op die psychologische flexibiliteit en het leven vormgeven naar aanleiding van je waarden. Dat is ook een behandeling die we, een groepsbehandeling die we bij het Helen Dowling Instituut al aanbieden. En als laatste ook, nou, het werd net ook al even genoemd door Chris, dat het belang van die naasten, en dat kwam ook ontzettend duidelijk naar voren in de studie, maar dat het ook zo moeilijk is om open met elkaar te communiceren. Dus ik denk dat zorgprofessionals door de naasten actief te betrekken bij de behandeling daar een belangrijke rol in kunnen spelen. Als jullie meer willen lezen, het eerste paper is gepubliceerd. Kunnen jullie vinden via de QR-code. Het tweede verwachten we in januari, februari. Dank jullie wel. Dankjewel, Melanie. Ik heb een leuke vraag over die maandelijkse scans die jij noemde. Mm-hmm. Koen vraagt zich af, is dat een keuze puur vanuit medisch oogpunt? Want vanuit psychologisch oogpunt is het wellicht beter om minder vaak een scan te hebben. Ja, zeker. Dus ik denk dat een van de aanbevelingen die wij ook doen naar aanleiding van die resultaten is ook om zover het medisch mogelijk is met de patiënt af te stemmen, kan het ook minder. En wil je dat? En wat bied je de nodige geruststelling en wat leidt vooral tot zorgen? En om dat samen te bespreken. En ik denk dat daar oncologen een belangrijke rol in kunnen hebben. En de oncoloog waar wij mee samenwerken, die waren daar ook wel verbaasd over. Want zij zien vooral dat de patiënt gerustgesteld is en blij als ze een goede scanuitslag hebben. Maar zij zien niet zo dat proces vooraf. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke is. Ja. Mooi. Ik weet ook dat Sabine Siesling, die doet dan bij borstkanker ook onderzoek om te kijken of de nazorg en nacontrole uit elkaar kan. En ze gebruikt een artificial intelligence om te voorspellen wat de beste controle, hoe noem je dat, ritme is voor iemand. Omdat dat nu ook eigenlijk standaard voor iedereen hetzelfde is, terwijl dat eigenlijk medisch gezien niet hoeft. Dus het zijn mooie ontwikkelingen, denk ik, voor de toekomst. Ja, zeker. Nog een vraag. Wanneer verwacht je dat dit platform waar je het over hebt beschikbaar is? Nou, we hopen het eerste prototype in het voorjaar te ontwikkelen. En dan gaan we met een groep van 12 deelnemers kijken van wat vind je ervan. En regelmatig interviewen op basis van die wat zij zeggen het platform verder te verbeteren. Dan willen we na de zomer het in een grote groep uittesten. En als het dan goed bruikbaar is en mensen er tevreden over zijn, hopen we misschien volgend jaar om deze tijd of begin 2025 te lanceren. Ja. Ik zie dat ik nog meer vragen heb. Verwacht je dat de bevindingen ook van toepassing zijn op andere mensen die doorleven met gevorderde kanker, breder dan longkanker en melanoom? Ja, zeker. We hebben ons nu in deze studie heel erg gericht op melanoom en longkanker, omdat dat de grote groepen patiënten zijn. Maar belangrijker nog dan de het type kanker, denk ik, is dat je leeft met uitgezaaide kanker en die onzekerheid. Dus ik denk dat het zeker te gaan generaliseren is. Ja. Nicole Eesendam vraagt zich af, hangt die behoefte aan controle of scans ook samen met copingstijl of persoonlijkheid? En zouden we daar de controles op moeten tailoren? Ik denk dat het daar zeker mee samenhangt. Ja, ik denk dat sommige mensen hebben daar enorm, zijn gewoon controlebehoeftig en hebben heel veel die bevestiging nodig. Terwijl anderen juist meer rust ervaren als ze er niet mee bezig zijn. Waarbij een soort vermijding of je juist met andere dingen bezig wil houden heel effectief kan zijn. Om je niet te veel zorgen te maken. Dus daar zouden we ook zeker naar kunnen kijken als we het hebben over die op de persoon afgestemde mate van hoe vaak je controlescans daar terugkomen. Ja. Ik heb nog een vraag van Emelien. Heb je ook onderzoek gedaan of gepland staan bij partners van patiënten die doorleven? Nee, maar dat wil ik wel nog heel graag doen.
Want ik denk dat het voor partners ook een heel ingewikkeld proces is. En zoals jij net al benoemde, Marije, je ziet dat mensen elkaar in bescherming gaan nemen omdat ze elkaar niet te veel willen belasten. Dat speelt sowieso, maar ik denk zeker als je leeft met uitgezaaide kanker en je mogelijk binnen een jaar overlijdt, maar misschien ook nog 8 jaar leeft, het kan een heel lang proces worden waar je samen doorheen gaat. Dus aandacht voor de partner is denk ik heel, heel belangrijk. En op ons platform willen we daar aandacht aan geven, maar zal dat wat kleiner zijn omdat we daar niet zo uitgebreid onderzoek naar hebben gedaan.